Olivier de Klerk, wat dacht je toen je die 2-0 maakte? Ja, er ging van alles door mijn hoofd. Eerst kon ik het niet geloven. Ik keek nog even naar de scheids. Wordt hij niet afgekeurd? Maar nee, dat was niet aan de hand. En ja, echt niet normaal. Niet normaal hoe die erin ging. Het was niet eens een poging op doel, maar hij ging er gewoon in. Heel mooi. En wat dacht je toen je die enorme kans op de 3-0 miste? Als het toch nog niet, maar alsnog 2-2 gaat worden? Ja, toen krabde ik mezelf nog even achter mijn oor van... Shit, maar ik wist gewoon van, we hadden ook met z'n allen gezegd, als je er gewoon alles aan geeft, als we er op dit moment alles aan geven, dan kunnen we niet meer verliezen. En dan zie je het, dan gaat de 3-0 er ook nog in. Dus, ik wou zeggen, het maakt nou niks meer uit, nee. Hè? Nee, nee, precies. Nee. Wat was dit voor een seizoen voor jullie? Ja, een heel bewogen seizoen. Dat we ergens hoog zouden eindigen, dat hadden we wel verwacht. Kampioen, dat was gewoon echt een doelstelling, dat hadden we echt voor Floris, hadden we die doelstelling gemaakt. En toen we die hadden gehaald, die doelstelling, toen hadden we zoiets van, nou, we gaan nu voor die beker, ook voor Floris, ook voor die nummer 12. Staat daar achter het doel nog. Nou, nu sta ik niet op de teamfoto, maar dat is niet erg. Maar dat is nu ook gelukt. Dus het is echt allemaal voor hem. En mooie afsluiting zo. Wat doet dat met jou dat jullie die doelstelling, die belofte aan Floris hebben kunnen waarmaken? Ja, dat, ik denk dat ik zo meteen nog wel, ze roepen me maar. Ik denk dat het zo meteen als, eenmaal, als ik het heb verwerkt, dat ik dan misschien nog wel even een traantje wegpik. Want ik kan nu nog niet echt heel erg geloven.